Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Deze video is heel vaak aangevraagd bij jullie. Ik heb mijn DM de laatste tijden geopend en daar zie ik alleen maar de vraag in komen. Wanneer komt de informatie over de Duitse websites, de Duitse supermarkten die natuurlijk ook gaan verkopen? Want de meeste zijn nu online en daarom maak ik dus eindelijk deze video. Ik heb ook al een soort van lijstje gemaakt wat we zeker willen hebben. Het belangrijkste wat jullie even moeten weten over de Duitse supermarkten, de meeste weten het wel, maar ik moet toch even dit vermelden, dat ze eigenlijk pas beginnen met verkopen op dezelfde dagen als Nederland. Dus dat houdt in de 28ste, de 29ste en de 31ste van december. Dus dat is niet zo dat ze bijvoorbeeld het hele jaar zouden verkopen, net zoals België. Dat is helaas niet zo, anders waren wij natuurlijk al veel eerder gegaan. Het volgende wat we natuurlijk ook altijd te horen krijgen is dat we verder het land in moeten gaan. Want iedereen weet wel, Duitsland zit natuurlijk vol met Lidl's en Aldi's, toch? Wij kiezen eigenlijk voor een relatieve plek net over de grens. Puur om het voor jullie op beeld te kunnen krijgen. Omdat het daar lekker druk is. Is altijd gezellig. En dan zijn we wat meer in de drukte. Maar het is ook wel leuk om wat van jullie te ontmoeten, weet je. Dus daarom gaan wij altijd naar Emmerich. Is een startje net over de grens. Bij Arnhem ergens. En dat bevalt al jaren goed. Dit wordt ook het 6e jaar op rij dat wij gaan. Dus ik heb er super veel zin in. Het is nu de 20ste van december. Over 8 dagen gaan we. Dus hou ons YouTube kanaal in de gaten. Misschien weten we nog voor die tijd 100.000 abonnees te halen. Dat zou echt super ziek zijn. Dus mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe het zeker even. En dan hebben we een feestje te vieren straks. Even zien, we beginnen even met de Lidl, want de Lidl heeft heel veel nieuwe producten dit jaar. Nou, niet heel veel. Ik zag er een stuk of 4, maar dat zijn wel een aantal nieuwe producten. Ik zag ook al een paar Duitse YouTubers die video's al online hebben staan. Dus als jullie ze googlen, kunnen jullie er ook achter komen. Maar die producten staan ook gewoon op de site van de Lidl. Dus dat is mooi. Ik neem jullie gelijk even mee. Dit is de site van de Lidl. Overigens, alle linkjes van alle websites die staan in de beschrijving van deze video. Dus mochten jullie denken van, hey, ik wil die site ook even bekijken. Linkjes staan allemaal op volgorde erin. De Lidl, de Aldi, de Kaufland. Kan je zelf even een lijstje samenstellen. Ons lijstje staat ook beneden. Daar kunnen jullie vanzelf even checken van wat voor lijstje wij hebben op dit moment. De eerste die ik doe, en dan moet ik ook even zelf mijn lijstje erbij pakken. Kijk, hier zie je de Neuheiten. Ik weet dat dit allemaal nieuw is, dus staat er niet voor niks bij. Alleen de power-up vond ik niet zo aantrekkelijk om te nemen. De Queen of Night daarentegen wel. Kijk, als ik een tip aan jullie mag meegeven, meestal moet je kijken naar cakes. Hoeveel schot ze hebben en tegen wat voor prijs. Is heel erg belangrijk, want bijvoorbeeld als je ziet staan voor 10 euro 140 shots, dan weet je gewoon dat het gewoon geen cake is met een hoop geweld. Maar deze 36 shots, 500 gram voor 20 euro, dat moet wel een mooie cake zijn. Omdat het natuurlijk maar 36 shots is in zo'n groot blok. Dus ik zal even hier een video van afspelen, want je kan ook natuurlijk zoals ieder jaar de video's gewoon inzien. Wilden wij sowieso nemen. Een beetje vooruit spoelen. Maar in ieder geval, deze staat zeker op ons lijstje om te nemen. De Queen of Night, 20 euro. En zoals iedereen wel weet, de Lidl heeft Weco. Even zien, wat stond er nog meer op? Voor mij de Wildstorm had ik ook. Nee, de Wildstorm niet. Omdat dat dus zo'n blok is waar ik het er net over had. 34 shots. Voor 9 euro, dan weet je gewoon dat de meeste dingen mimes zijn. En met weinig spektakel eigenlijk. Dus, en als jullie mij de vraag stellen welke winkel zouden jullie liever hebben, is dat de Lidl of de Aldi, dan kies ik toch echt wel voor de Lidl. Maar ik kom er zo ook even op wat je allemaal bij de Kaufland hebt. Want ik vind dat ze dit jaar wel hele zieke producten hebben daar. Oh, de Power Up had ik er wel op staan. 22,99 euro. Die is dus ook nieuw. En dat vond ik dus wel een mooie. Dan moet ik ook even die productvideo ervan uitzoeken. Grote effecten. Dus de power-up die staat
zeker op ons lijstje om te nemen. En daarnaast, ja, kijk, ik vind die pijltjes ook wel lachen. Alleen wat ik meestal met pijlenpakketten doe, is dat ik gewoon daar langs ga en gewoon bij mezelf denk, oké, die ga ik halen. En ik kies er niet echt van tevoren uit, omdat ik vind dat de pijlen in Duitsland, ja, niet echt heel erg de moeite waard zijn. Wat we ook gaan halen, die ieder jaar tot nu toe uitverkocht is, dus ik ben benieuwd of we er dit jaar wel aan kunnen komen, zijn de Flashbang. Dat zijn die Tunnekings van Weco, die Duitse Tunnekings, 10 stuks voor 3 euro, zijn ieder jaar dus uitverkocht. Ik hoop ze dit jaar wel te krijgen, ik vermoed van niet, maar... Ja, spreekt voor zich eigenlijk. Is een Tunneking. Die moet je echt in het echt horen om te kunnen beoordelen. De meeste producten hebben een Nederlandse beschrijving, dus dan zijn ze legaal. Er zijn ook heel veel producten die niet legaal zijn, zoals bijvoorbeeld die strijkkoppen en die knallers uit Duitsland. Dus kijk daarmee uit. De Laserfontein moet ik even zoeken, want die heb ik echt ieder jaar en die zou ik ook nooit skippen. Voor 3 euro is het best wel, ja, een waar spektakel met veel geknetter. En, ja, vind ik altijd lach om erbij te hebben. Gewoon even om ertussen te gooien. Maar ik laat niet hele... Dat stuk vind ik wel gaaf. Dat stuk vind ik wel goed. De Alligator, dat is natuurlijk die budget cake voor 4 euro. Noemen wij altijd de Reno met Cracklin. En dit jaar zijn ze even duur als de Artis. En als je mij vraagt wat zou je nemen, dan zou ik nu eerder voor de Alligator gaan. Of voor de Bloody Mary, want die zijn dus alle 3 even duur op dit moment. De Alligator, ik denk dat we daar een stuk of 15 van halen, zoiets. Ik heb de nieuwe producten van de Lidl natuurlijk maar even laten zien nu. Dit is dus de Aldi Sud. Voor de mensen die dat willen weten, de Aldi en de Lidl in Duitsland is verdeeld in 2 delen. Aldi Sud en Aldi Noord. En de mensen die nu in Noord-Nederland wonen, die daar over de grens gaan, die komen terecht bij Aldi Noord. En de mensen die aan onze kant wonen, bij weet je, het zuidelijke deel van Nederland, die komen dan, als ze daar over de grens gaan, komen ze dan bij Aldi Sud terecht. De Artis, ik denk dat ik die niet hoef te laten zien. Ik hoop niet dat jullie dat erg vinden. Maar de Artis voor 4 euro, normaal gesproken was die 2,99. Die zal dit jaar door iedereen veel minder aangeschaft worden, vermoed ik, vanwege die euro omhoog. Dat is dus 33% dat die duurder is geworden. En dat is best wel wat als je er dus meerdere neemt. Als je er 2 of 3 neemt niet, maar als je een paar karton haalt, dan gaat het wel inderdaad wat kosten. Dus ik denk dat we daar een aantal van halen, misschien 5, 6 of zo. En dan vind ik het wel genoeg. Ik heb er ook genoeg gehad de afgelopen jaren. Wat ook een hele goede is, die ik op het lijstje heb staan, is de Dark Portal. Dan moet ik die even gaan zoeken. Deze. En die heb ik gewoon bij, omdat wij ook een mooi project gaan maken. En daar vind ik deze mooi geschikt voor. 18 euro. De volgende die ook op ons lijstje staat, is de Callisto. En die is 13 euro. Even kijken, 33 shots. Voor 13 euro dus. Hier is ook een video ervan te zien. En die vond ik ook mooi voor het project. Vooral vanwege die mooie blauwe effecten. Ik vind het best wel mooie, unieke effecten. Dus ik dacht, die moet ik zeker hebben. Nou, spreekt voor zich. Die gaan we zeker halen. En ik hoop dat we er ook aan kunnen komen. Oh ja, daar ook hier halen we de Tunnekings. Omdat ik denk van ja, als het bij één winkel niet lukt, dan lukt het misschien bij de andere wel. Double Strike. En daar is wel wat leuks aan. 4 euro voor, ik dacht ook 10 stuks, ja. Ik ben benieuwd. Of ze deze... Eentje die ik niet op het lijstje heb staan, maar zeker wel ook gaan halen, is die Screaming Grizzly. Hebben we eigenlijk bijna ieder jaar voor in het 6 uur project of 10 uur project. En ook dit jaar ga ik die aanschaffen. Het is niet zo heel veel goedkoper meer dan in Nederland. Want ik weet heel veel winkels, bijvoorbeeld Intratuin, die ook die cake heeft. Die geel cake voor 6,99 volgens mij zelfs. Maar ja, nu we toch in Duitsland zijn, haal ik hem eigenlijk altijd. Dus die ga ik er ook bij doen. Alleen die heb ik niet op het lijstje geschreven. Waarom weet ik niet. Het is niet het definitieve lijstje, maar het moet goed komen. Kijk, voor de rest...
We hebben natuurlijk die Big Bang gehad. Dat knalpakket, die staat al online. Die is vorig jaar online gekomen. Stelt niet zoveel voor, Duitse knalvuurwerk, maar het is wel illegaal. Dus kijk daarmee uit, zoals ik al eerder heb gezegd. Pijlenpakketjes, zoals ieder jaar natuurlijk de Camelot, de Lancelot, Ivanio, Avalon. Berlin is volgens mij net als vorig jaar weg. Dat is wel zonde, want Berlin pijlenpakket was wel een van de betere. Ja, dat is zonde, maar goed. Er zijn zoveel, ze lijken zo erg op elkaar, al die pijlen, dat ik denk van dat moet geen probleem opleveren. Dan komen we alweer bij de laatste site die ik behandel en dat is de Kaufland. En ik moet jullie zeggen dat de Kaufland dit jaar echt goed heeft uitgepakt met nieuwe producten en het assortiment is echt aanzienlijk vergroot. Wat ik wel jammer vind van de Kaufland en ik hoop dat ze dat dit jaar anders hebben, is dat je binnen moet komen en daar zie je dan schappen staan en je moet uit de schappen halen. Waardoor je ja, best wel een chaotische sfeer in de winkel hebt. Iedereen staat op elkaar en als er iets wordt geleverd, dan grijpt iedereen over elkaar heen. En dat gebeurt dus ook net over de grens bij Arnhem. Dus ik hoop dat ze dat dit jaar wat anders hebben aangepakt. Want dan kunnen we in ieder geval ja, best wel een kartonnetje Bloody Mary halen bijvoorbeeld, waar ik nu even op terugkom. Want zoals ik net al zei, de Artis is een euro duurder geworden. Wat dus inhoudt dat de Alligator, de Artis en de Bloody Mary allemaal 4 euro zijn. En als je het mij vraagt, is de Bloody Mary echt verreweg de beste. Dus mocht je budget cakes willen, ga dan voor de Bloody Mary. Die moet ik wel even zoeken, want ze hebben hier heel veel producten op staan. En ik heb hem al gevonden. 4 euro, daar is ook een video van te zien. Eens even zien. Dat is volgens mij zelfs een YouTube. Ah, ik vind deze de beste. Even zien, wat hadden wij verder op het lijstje geschreven? De Gorilla Attack, zoals ieder jaar. Ik heb ze eigenlijk al ieder jaar, maar ik vind de Gorilla Attack gewoon een hele mooie cake om erbij te hebben. Ik denk dat de meeste mensen die ook wel kennen. 13 euro was altijd een van de toppetjes van de Kaufland. En daar hebben we ervan 3 op het lijstje staan, dus dat houdt dan in dat we dat voor 39 euro hebben. Is wel mooi, 19 shots. En dat is natuurlijk wel goedkoop. Het is niet meer zo heel goedkoop als vroeger, dat je echt naar Duitsland moest om een korting te pakken, maar het is toch wel leuk. Wat heb ik nog meer op het lijstje staan? Even zien hoor. Ja, ze hebben heel veel producten zoals je hier kan zien. De Aragon, dat is een geel pot voor 4 euro. Hij lijkt groter dan die is, maar voor 120 shots voor 4 euro is het zeker de moeite waard om hem te halen. Die gaat natuurlijk ook in een projectje denk ik, want ik vind dat geel gewoon erbij hoort met oud en nieuw. Nou, spreekt voor zich. Die staat op het lijstje. Even zien. De Funky Soul. Moet ik ook even naar kijken, dat is deze. En dat is een XXL combinatie staat erbij. Voor de echte grote pyro's. Die steken we ook even aan. De video gaat aan en zullen jullie zien. Met crackling. Geel erbij. Crackling en goede burst. Beetje de mini transbond. Friday Night zat ook een beetje er tegenaan te hangen of ik die zou halen of niet. Alleen vind ik toch de burst iets te zacht en te klein klinken. En toen dacht ik van weet je wat, die gaan we er niet bij nemen. Dus ja, zodoende. Ze hebben hier heel veel ook grotere producten. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld ook die Thunder King staan. 10 stuks voor 4 euro kan je er ook bij nemen. Als wij ze in één winkel niet krijgen, dan gaan wij zeker daar voor de Thunder Kings. Hier heb je heel veel van die grotere blokken ook aan het einde. Die gaan we niet halen omdat we natuurlijk al een bestelling hebben in Nederland. Hebben jullie allemaal kunnen zien die bestelvideo. Dus daarom halen we die niet. Ja, dit zijn van die knalbonbons, dat is ook helemaal in Duitsland. Ook die kubische kanonslagen, die hebben we ook een aantal jaar gehad in de compilatie. Wel een hele gekke knal door dat touw eigenlijk. Maar die halen we dit jaar niet, ik vind ze best wel duur. Volgens mij waren ze vroeger goedkoper, maar dat terzijde. Hier heb je zelfs een pagina 2, dus ik zeg al, de Kaufland die heeft echt grote dingen. Even zien, kijk deze bijvoorbeeld 70 euro. Dus echt voor de prof staat er. En ja, mocht je bijvoorbeeld alleen in Duitsland je vuurwerk gaan halen, kan je even daarnaar kijken. Ik ga dat niet doen, want wij hebben natuurlijk al genoeg grote compound blokken die we gaan ophalen binnenkort. Dus daarom ja, heb ik hier niet echt naar gekeken. Ja, en verder, de pijlenpakketten, dat is gewoon echt voor ons gewoon freestylen.
En zo heb ik eigenlijk de drie beste sites wel benoemd. Er zijn natuurlijk ook andere sites die ook, of andere winkels in Duitsland die ook natuurlijk leveren. Ja, dit jaar gaan we gewoon voor deze producten. Ik zal het lijstje ook even in de beschrijving zetten, zodat jullie precies even kunnen zien ja, wat wij precies gaan halen, wat onze plannen zijn tot nu toe. Want er komt zeker nog dingen bij of dingen af. En vorig jaar hadden we ook volgens mij voor €200 op het lijstje staan. En uiteindelijk gingen we daar weg met €600 aan vuurwerk. Jullie hebben die shopvideo allemaal al kunnen zien. Mochten jullie Duitsland vuurwerk shoppen nog niet hebben gezien van vorig jaar, kom even in de stemming door hem even te bekijken. Want als je die video ziet, dan weet ik zeker dat jullie er ook zin in hebben om hem volgende week al te zien. Dus volgende week al gaan we er gewoon al heen. Het is echt niet normaal hoe snel het allemaal gaat. Ja, ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als ons. Wij gaan dus naar Duitsland op de eerste dag van de verkoop, 28e. Ik ben daar altijd rond een uurtje om 5:30 ochtends al. Dan gaan we gewoon naar een van die drie winkels. Sluiten we achteraan de rij aan. En dan is het gewoon ja, wachten geblazen meestal. Dus het is even afwachten totdat we mogen. Nog 8 dagen. En dan zien jullie de video gelijk op de 28e. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet die like niet omhoog te doen. We gaan nu echt naar de 100.000 subs. En ik hoop dat jullie nog willen abonneren. En vertel al je vrienden dat ze moeten abonneren. Zodat wij die 100.000 voor oud en nieuw hebben, jongens. Ik zie jullie bij de volgende video.